NDP-assembleelid Melvin Bouva heeft de leiding van het parlement aandacht gevraagd voor de behandeling van ingekomen stukken. De volksvertegenwoordiger is van mening dat dit agendapunt niet adequaat in acht wordt genomen door het hoogste college van staat. Het is volgens Bouva geen goed gezicht in de richting van de samenleving dat het parlement dit vraagstuk niet serieus aanpakt. Niet alleen omdat hetgeen op agenda staat, dat ingekomen stukken niet worden behandeld, voorzitter. Maar het is ons opgevallen, en dat is ook eerder besproken, dat we zijn al een ruim een jaar hier in DNA, dat de ingekomen stukken, er zullen wel 100 daar zijn, voorzitter, onvoldoende, bijna zou je kunnen zeggen, niet beschikbaar zijn, niet worden behandeld hier in DNA. En we willen daar aandacht voor vragen, voorzitter, dat wij het agendapunt ingekomen stukken behandelen. Dat zijn vraagstukken van de samenleving waar aandacht voor wordt gevraagd, petities en allerlei vraagstukken. Wij vragen dat wij dat wel spoedig en op frequente basis behandelen, voorzitter, zodat we inderdaad de stem kunnen zijn voor de samenleving. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Assembleelid Mahinder Yogi zegt dat hij niet met zekerheid kan zeggen als hetgeen Bouva zegt helemaal op waarheid berust. De VHP-topper zegt dat hij wel op de hoogte is dat de vertegenwoordigers van de vorige regering witte voetjes willen maken door te stellen dat ingekomen stukken niet in behandeling worden genomen. Misschien is het inderdaad zo, voorzitter, dat het agendapunt, punt van orde, voorzitter, niet vaak op de agenda is van het parlement. Maar wat vaak op het agenda... Je bedoelt ingekomen stukken. Ja, ingekomen stukken. Ja. Wat wel vaak op de agenda is, voorzitter, en ik moet u daarvoor die grani geven, maar ook die regering, voorzitter, dat u vaker, ik bespreek de stoel niet hoor, dat u vaker de agenda hebt samengesteld van vergaderingen in het parlement. Waarin we hebben gezien, zoals vandaag, behandeling en bespreking van actuele vraagstukken. En een groot deel van datgene, voorzitter, wat binnenkomt als ingekomen stuk, voorzitter, is onderdeel hiervan. En vandaag is niet de eerste keer dat we dit agendapunt behandelen. Het is vanaf aantreden van dit nieuw parlement zeker al 5-6 keer voorgekomen. Dat is gemiddeld 2 keer in een maand, voorzitter. En dat is meer dan wat we hebben gezien toen anderen de leiding hadden daar, voorzitter, en leiding gaven aan het parlement. En vandaag mooi weer willen spelen en willen praten, voorzitter. Meer dan genoeg, voorzitter, worden hier onderwerpen op de agenda gebracht. Yogi zegt verder dat leden van de oppositie spijkers op laag water zoeken. Er is volgens de VHP-parlementariër nog nooit zo vaak voorgekomen dat een president zoveel keren verantwoording heeft afgelegd aan het parlement.